Welkom bij mijn nieuwe programma Lina op reis. Ik ga voor cheaptickets.nl op pad en nodig iedere aflevering iemand anders uit. We gaan naar een plek die voor mijn gast heel speciaal is en ik wil weten waarom. Want achter ieder vliegticket schuilt een verhaal. Hallo, hola, ¿qué tal? En welkom bij de tweede aflevering van Lina op reis. En deze week ga ik op reis met superster, danseres en YouTube-fenomeen, Sophie Mossing! Hey! En wij gaan op reis naar Barcelona! Heel nice, ik heb er heel veel zin in. Ja, want waarom gaan we naar Barcelona? Nou, ik vind het heel erg leuk om te dansen. Mm-hmm. En we gaan in Barcelona een flamenco-cursus doen. De zon wacht op ons, wij moeten gaan. Bye! Let's go! Oh ja, arriba! Wij komen net van het vliegveld en we zijn aangekomen in Barcelona! Wat vind je van Barcelona? Ik vind Barcelona heel nice. Ik ben hier nu voor de derde keer. Mm-hmm. En waarom ik telkens terugkom is het goede eten, het lekkere weer en het heerlijke strand. Nou, wij zijn hier namelijk om de flamenco dans te leren. Ja. En om dat een beetje te introduceren, gaan we vanavond eerst naar de dans zelf kijken. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb nog nooit, denk ik, oprecht een flamenco live gezien. Ik ook niet. Flamenco, alsof het een flamenco is. Ja, je zegt het al de hele dag. Maar ik denk, als je zo gaat staan, dat ze je wegsturen. Dus goed opletten, hè? Want je moet wel je best doen, ja, trouwens. Ik ga niet alleen. Wij moeten optreden daarna. Ik ben er klaar voor. Dag. Naar dit. De lengte van deze jurk is net zo lang als mijn rechterbovenbeen. Kijk, het past toch helemaal niet? Don't touch staat er ook op. Ja, maar dit is kindermaat. We gaan voor volwassen maat halen. De show waar we heen gaan is gewoon uitverkocht, maar wij hebben tickets. Ja. Ik ook. Ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Maar ik ben zeg maar eigenlijk ook wel een beetje bang. Heb je je klapblok meegenomen? Jij zou toch aantekeningen maken? Ik zou opletten, jij zou aantekeningen maken. Ja. Oh, maar ik had vragen gehad. Het is de band. Oh. But... Ik werd er helemaal enthousiast. Ja, maar dat gevoel wat gewoon uit. Je voelde gewoon, het kwam helemaal binnenuit. Ja, het, echt het waar. Het was niet normaal. Ik vond het heel bizar. Ik ben super benieuwd wat we ervan gaan maken. Maar ik wil wel zeggen, ik vond dit zo dik. Ik wil het wel leren. Ik of ook. En ik ben benieuwd hoe ver we komen. Ja. Toch? Oké. Wij gaan nog even in Barcelona genieten. En dan gaan we morgen oefenen. Ja, en goed slapen. Want ik wil helemaal die beentjes niet in de knoop hebben vanavond. Dag. Ja. Hier in Barcelona. Heb je lekker geslapen? Ja, ben je een beetje bijgekomen van gisteren? Nou, ik zit nog net niet zo teperig onder mijn ogen, maar het komt helemaal goed. We hebben vandaag best wel een drukke planning, dus we gaan eerst even een bodempje leggen. Stevig ontbijt. Stevig ontbijten. Wat is normaal je ochtendritueel?
ochtendroutine eigenlijk? Mijn ochtendroutine? Mm-hmm. Ik word wakker. Oké. Dan snoes ik een stuk of 4 keer. En dan ontbijt ik wel goed. Want wat gaan wij morgen doen zo? Wij gaan morgen op een plein de flamenco dansen. De flamenco dansen. Maar? Dat kunnen we nu dus nog niet. Nee. Dus we gaan het leren. Ja. Maar ik denk wel. We moeten natuurlijk wel zo'n mooie jurk hebben straks toch? Denk je dat het ons gaat lukken vanmiddag? Ik denk het wel, ja. We moeten ook een beetje vertrouwen hebben in onszelf. Ja, dat is waar. En wat ik ook altijd zeg, meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is waar. En het wordt sowieso ook vet leuk. Ja. Oké, wij gaan even ons ontbijt opeten. Ik zit nou dat broodje te eten. Ja, en het is zo'n RTL late night, weet je wel. Je eten op tafel staat, maar niemand wat eet. Let me eat. Wat een leuk pittoresk straatje. Heerlijk. Wow. Even chic, even zorgen dat ik er weer even verzorgd uitzie. Nou, dat vind ik spannend. Nou. Oh, om het af te maken. Oké. Het is wel leuk hoor, Nien. Het staat je oprecht ook allemaal goed. Nou, jij kan dit hoor. Oh, 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 oh. Flamenco es mi destino. Oh, jij kan het ook goed hebben. Jurkies. Hé, zijn we geslaagd of zijn we geslaagd? We zijn geslaagd. Wat nu? Nu moeten we nog slagen in dansen. Dus, wat hebben we geregeld? Is een dansles. 1 uur hebben we de tijd om de flamenco dans te leren. Nou, je hebt wel weer een uitdaging gesteld. Oké, okay. Heb jij genavigeerd? Weet je waar we naartoe moeten? Nee, ik wil altijd alsof ik weet waar ik heen wil. Ja, en dat zie ik daarin. Ja. Doei! Heb je die documentaire gezien, Our Earth, Our Planet? Nee. Dat zo'n vogel als een paringsdans gaat doen. Komt-ie. Ta-ta-da-ta. Yo también. Kijk. Oh. Yo también sentí. Want ik voel het die kant op. Leggen. Ik zie me hier toch een partij lekkere dingen op de kaart staan. Kijk even wat achter me staat. Een broodje met de spaat erin. Ben. Tuurlijk wel. Waar ben je bang voor? Ja, gewoon voor jou. Oh ja, ik ben ook vaak bang voor mezelf. We moeten naar de second floor. Oh, dit is misschien een beetje gek wat ik nu doe. So, are you dancing as a musician? No. I dance, but only for fun. So. I cannot dance. Because I just do this. I also do just like this. Vader, hebben we dit geleerd? That's what you say to people who lose. Oh, maar ik heb mijn oksel niet geschoren. Ik ben echt kapot. Ik voel mijn voeten niet meer. Ik maak echt geen grap.
Maar hoe moeilijk was dit? Nee, ik vond het oprecht echt best wel heel moeilijk. Als je een hip-hop choreo gaat doen, dan doe je gewoon stoer. En nu moet maar je... Maar nu ook attitude moesten we gebruiken, ja, hè? Ja, klopt. Dat vond ik wel leuk. Ik vond haar ook wel echt heel cool. Ze maar was top. Het een beetje wat je verwachtte? Ik vond het lastiger dan ik had verwacht. Ja, hè? Ja, het klinkt heel stom, maar je denkt, je ziet dat en dan denk je, oh, maar dat is gewoon heel snel met je voeten zo en dan beetje een beetje klappen, zo en een beetje zo. Zo, ja. Je hebt nu een vriend natuurlijk. Oh jee, ja. Kan jouw vriend een beetje dansen? Nee. Nee. Hij is echt van hout als een hart. Maar hij weet het zelf Stijf. Ook. Ja, ja, maar hij vindt het wel leuk hoor. Af en toe doet hij zo'n subtiele move en dan denk ik, ja. Jij bent toch wel de soepele... Nee, goed, ja, goed. Ja, je moet ook niet van iemand verwachten dat hij in één keer een half... Nou, move eruit gooit. Je vriend is hier niet, maar ik dacht misschien kunnen wij samen wel even wat romans doen. Ja hoor, dus toch? Dus wij gaan even een heel romantisch plekje opzoeken met uitzicht over Barcelona. Ik heb er zin in. Helaas, waar ga je me naartoe brengen? Ik ben echt benieuwd. Ga je kipnippen. Kipnippen? Kipnippen. Kipnippen. Nou, ik niet hoor. Ben je gek? Maar je ziet alles. Was het waard of was het waard? Oh shit. Ik zit heerlijk. Maar je bent nu gelukkig in liefde. Ik ben gelukkig, ja. Vertel, wat heeft hij wat andere mannen niet hebben? Ja, dat is grappig, want ik was normaal nooit heel erg van de datings en de vriendjes. Nee. En op een gegeven moment ging ik met hem afspreken. En het was ook echt net na een gefaalde scharrel. Toen dacht ik bij mezelf, oh, zal wel. Ja. Toen was het gelijk al zo leuk, dat ik alles waar ik ooit bang voor was, waar ik stress over had, in één keer liep ik dat gewoon varen. Dacht ik, oh, ik heb het gewoon goed, ik heb het gewoon leuk. Zie je dan een toekomst voor je? De toekomst? Nou, ik hoop dat ik kan blijven doen wat ik doe. Ja. Maar ik hoop wel dat ik mezelf erin kan blijven ontwikkelen. Want ik denk dat ik het anders wel saai zou vinden en ook niet het gevoel heb dat ik iets aan het doen ben. Nee. Maar ik wel hoe ouder je wordt dat je ook wel iets meer purpose wil hebben of iets liever iets neer wil zetten. Of, en dat is voor nu voor mij gewoon een missie om ook te kijken naar oké, wie ben ik, waar wil ik naartoe. En wat gaan we doen, zeg maar. Anders dan, oh, lang leven de lol, we hebben YouTube filmpjes, die gaan we lekker maken, lekker vloggen, lekker doen. Snap je? Ik moet mezelf een beetje opnieuw uitvinden, denk ik. Oké, nou, wij gaan nog even genieten van dit uitzicht. Ja. En dan zien we jullie morgen weer. Wint hem maar. Ja. Even zo'n modellenshot. Barcelona. Gisteren die les. Ja, wat gebeurde daar? Het was zo intens. Ik vond het zo lastig. Ik vond het echt heel moeilijk. Ja, want we zouden eigenlijk vandaag geld ophalen en op een plein gaan zitten dansen, maar... Ik denk als we heel eventjes heel eerlijk moeten zijn, dat het de cultuur van Spanje niet aan moeten doen. Maar we willen wel even de moves aan jullie laten zien die we gisteren hebben geleerd. We laten ons niet uit het veld slaan. Dus, ik klap in mijn handen en dan staan we hier in onze mooie flamingo jurken. Wat zie je weer heerlijk uit, vriendin. Ach, soy española. Was hem, hè, Nien? Oh, zo. Ik hoop dat onze lerares dit nooit te zien. Ik zweer het. Als ze dit ziet, komt ze ons opzoeken. Ze steekt ons in de brand. We moeten dit echt aan de professionals overlaten. Dit kan echt
niet. Dit kan echt niet. Maar dit was wel een beetje jouw wens. Ja. Is het een beetje wat je ervan had verwacht? Nee, het was alles wat ik ervan had gehoopt en meer. Ik vond het echt superleuk. Ik vond het mega leuk dat je mee wilt. Ja, dankjewel. Mijn grote, knappe, lange, mooie vriendin. Volgende week ben ik weer op een andere plek op de wereld met een andere gast. En dan zeg ik tot de volgende keer.